Hi, ik ben Goma. Ik ben begonnen met taalles 5 jaar geleden en mijn leven is verbeterd. Tot voor 5 jaar terug was mijn niveau van lezen en schrijven niet zo goed. Ik kon zelfs mijn kinderen nog niet voorlezen. Nu kan ik zelfs mijn kleinkinderen voorlezen en ik ben er heel blij mee. 2 jaar geleden ben ik begonnen met de taallessen en ik heb er nu heel veel profijt van. Goma, Hans en Daphne zijn 3 taalambassadeurs. In Utrecht ontmoeten zij minister Ingrid van Engelshoven in een bibliotheek waar taallessen worden gegeven aan vrouwen met een taalachterstand die een opleiding willen volgen of weer aan het werk willen, zodat ze financieel onafhankelijk kunnen zijn. Nou, het is belangrijk dat de minister ziet hoe hard de cursisten werken die moeite hebben met lezen en schrijven om zich het Nederlands eigen te maken of nog beter te worden in lezen en schrijven. Maar ook dat ze ziet hoe hard vrijwilligers daaraan werken en hoe mooi het werk is, hoe blij mensen ervan worden, hoe rijk hun leven wordt als ze beter leren schrijven of rekenen of lezen. En het is belangrijk dat de minister dat ziet. Dat betekent dat ze zich daar hopelijk voor inzet in Den Haag om dat ook te blijven betalen. Wat is u vandaag het meest opgevallen? Nou, de enorme dynamiek hier in dit taalhuis hier in Utrecht, waar heel veel partijen samenkomen en heel gemotiveerd aan één doel werken. Dat is, daar krijg je wel energie van. Je hebt vandaag met verschillende mensen gesproken. Mijn vraag is, wat neem je mee? Nou ja, wat altijd heel goed op mijn netvlies blijft staan, zijn toch ook die gesprekken met in mijn ogen altijd hele dappere vrouwen die stap zetten. Hun barrières proberen te overwinnen en echt gewoon aan de slag gaan. En die verdienen in ieder geval mijn steun in de rug en die zal ik ze ook blijven geven. En wat ik zeker ook als opdracht meeneem, is probeer nou ook vanuit Den Haag wat minder in kokertjes te denken. Maar digivaardigheid, taalvaardigheid, je moet het aan elkaar verbinden om echt snel tot oplossingen te komen. En volgens mij kan ik daar ook wel heel concreet iets aan doen. En wat is er wat u dan per direct zou kunnen veranderen? Ja, er zijn een paar dingen waarvan ik denk van ja, daar kan ik echt meteen mee aan de slag. Ik ben samen met de minister van Sociale Zaken bezig met een brief over leven lang ontwikkelen. En ik ga toch nog eens even goed kijken, hebben we daar nou ook meegenomen dat er ook een verantwoordelijkheid ligt op de werkvloer om via taalvaardigheid werknemers fit te houden voor de arbeidsmarkt. Want het begint ook bij werk, begint het allemaal bij taal. Dus dat is één heel concreet ding. En als we ook gaan kijken van hoe gaan we verder met onze aanpak, tel mee met taal, toch ook eens kijken van moeten we toch het digitale en het geletterde niet meer bij elkaar gaan brengen en kunnen we daar niet dan sneller stappen in maken. Dus het zijn voor mij 2 hele concrete dingen die als het goed is ik nog dit jaar ergens in beleid ga proberen te vertalen. Ja, en ik hoop vooral dat er intussen op heel veel plekken zoals deze gewoon heel hard doorgewerkt blijft om al die mensen te betrekken bij taal. Want het is zo ontzettend nodig als je betrokken wil zijn met de samenleving.